Leben ist lang. Ja. Wenn der Fehler nicht lang bleibt, dann macht es lang weg. Und das hat sich nicht schön. Das war mal ein Thank you.
Wij danken de Pipers uit Ieper voor deze prachtige tattoo. Mag ik u nogmaals een applaus vragen voor de Pipers uit Ieper? Beste Kortrijkzalen, mensen uit de regio die in grote getalen hier zijn afgezakt naar de verlaagde Leeuwpoorten, onze geliefkoosde plek in de stad. Beste mensen uit de harmonieën van Aalbeke, van Bellegem, van Marken en van Rollegem. Beste reenactors van de voertuigen van de Tweede Wereldoorlog. Beste vaderlandslievende verenigingen, collega's uit de politiek, leden van Cohesie en u allen. We zijn hier vandaag samengekomen op deze mooie plek om een belangrijk moment uit onze geschiedenis te herdenken. 80 jaar geleden, op 6 september 1944, werd onze stad bevrijd van de Duitse bezetter. Nazi-Duitsland was ons land binnengevallen in 1940 en in mei 1940 werd ook onze stad overrompeld. De Kortrijkzalen, maar ook Belgen, Fransen en ook Britse soldaten boden tijdens die opmars hevige weerstand. En 5 dagen lang streden ze voor onze vrijheid langs de oevers van onze Leie. Een slag die we elk jaar herdenken, de Leieslag. Om te tonen dat we de 3000 slachtoffers die toen in mei 1944 gevallen zijn, nooit zullen vergeten. Die Leieslag was het begin van 4 jaar bezetting. 4 jaar leefden de Kortrijkzalen onder Duits bewind. Het was een tijd die wij ons niet kunnen voorstellen. Er waren de witten en er waren de zwarten. De verzetstrijders en de collaborateurs. Mensen leefden in angst, in slechte levensomstandigheden, in armoede en in honger. En de klap op de vuurpijl kwam in 1944, toen in totaal 515 Kortrijkzalen het leven lieten tijdens zware bombardementen. In die periode was Kortrijk een stad in de ruïnes. 1850 gebouwen werden verwoest. 3000 huizen waren zwaar beschadigd. En 8000 Kortrijkzalen. In getal van vandaag is dat 1 op 10. 8000 Kortrijkzalen waren dakloos. En toen, op 4 september 1944, reden 2 soldaten, Walter Goodman en James Bentis, de markt op hier in Kortrijk. En de vreugde was immens. Trouwens, een mooie foto van dat tafereel bevindt zich in het stadhuis op de eerste verdieping. En onze inwoners dachten, eindelijk zijn we bevrijd van de Duits. Tot men besefte, de soldaten, dat ze eigenlijk in Tournai moesten zijn, in plaats van in Kortrijk. Het was een vergissing die voor 8 dappere Kortrijkzalen zware gevolgen had. Want bij de zuidelijke broeltoren daar hangt de gedenkplaat waar we net even hebben stilgestaan. Een gedenkplaat voor 8 verzetslieden die de dag nadien, op 5 september, een gevige strijd leverden met Duitse troepen die onze stad wilden herbezetten. Uiteindelijk trokken de Duitsers weg, maar het kostte die 8 moedige mensen hun leven. Dus als u daar ooit eens langs komt, met de fiets of te voet, bekijk de gedenkplaat en herdenk hen. Een dag later, op 6 september, werd onze stad dan echt bevrijd door de geallieerde troepen. En om weer te geven hoe het er toen toe ging, wil ik even Thérésie de Caluwé citeren. Zij is een van de 41 ooggetuigen die we interviewden voor ons magazine Kortrijk in het Vizier. Een magazine dat we maakten in het kader van de herdenking, de 80-jarige herdenking. En Thérésie vertelt
vertelt ons het volgende. Op de dag van de bevrijding, op 6 september 1944, gingen we in de Doornikse wijk kijken naar de intocht van de geallieerden. En die reden de stad binnen met veel tanks. We volgden hen, zoals vandaag is gebeurd, naar de Grote Markt, waar ze kogom en nylonkoos uitdeelden onder de cortexanen, dingen die we toen niet kenden. Iedereen lachte en danste. Dat die militairen geen Duitsers waren. De helmen van beide legers leken goed op elkaar. De angst en de emoties werden me toen zelfs even te machtig. 'S Avonds op 6 september was er een groot feest op de Grote Markt met vuurwerk. Maar het was niet voor iedereen feest. Enkele vrouwen die aangepapt hadden met Duitse soldaten, werden kaal geschoren. Daarna plunderden en vernielden sommigen de huizen van de zwarte cortexanen die hadden meegehuld met de Duitse bezetter. En in het tumult, besluit Theresie, was het onderscheid tussen schuld en onschuld soms vloed. Beste cortexanen. Zoals u kunnen horen had het bevrijdingsfeest in Kortrijk dus ook een donker kantje. Maar we konden allemaal terug in vrijheid leven. We zagen onze gevluchte of weggevoerde familieleden en vrienden terug. En na maanden puinruimen kon de heropbouw van de stad herbeginnen. Vandaag vervagen de herinneringen. En bij volgende herdenking zullen er steeds minder overtuigen. Zijn zoals deze. De vele gesproken bronnen veranderen langzaam in stille getuigen. Daarom is het belangrijk dat de cortexanen die de bevrijding hebben meegemaakt een verhaal blijven vertellen. Daarom is het belangrijk dat we met de stad hun herinneringen blijven opschrijven. Daarom is het belangrijk dat we al die slachtoffers blijven herdenken. Van de Leijenslag tot de gesneuvelde parachutisten tot de bevrijding, zoals vandaag. We moeten onszelf en ook onze toekomstige generaties blijven aan herinneren dat onze vrijheden, waar we vandaag ten volle van genieten, dat die niet vanzelfsprekend zijn. Dat we onze vrijheden elke dag moeten blijven verdedigen. Want ook na 80 jaar kent Europa, ons continent, waar we zo trots op zijn, nog altijd geen rust. Onze democratie wordt nog altijd bedreigd. En deze week stierven in Oekraïne, op nauwelijks 2000 kilometer van hier, nog maar eens 50 onschuldige burgers door een raketaanval. Daarom, beste cortexanen, laat ons proberen bruggen te bouwen tussen mensen, in plaats van bruggen op te blazen. Laat ons voor altijd onthouden waar onze dappere soldaten en verzetstrijders voor gestreden hebben. Voor vrede, voor een vrije stad, voor een vrij Vlaanderen en België, voor een vrij Europa, voor iedereen. Dat is de herinnering die we moeten doorgeven aan onze kinderen en onze kleinkinderen, in de hoop nooit meer oorlog te moeten meemaken. Dank aan al zij die deze herdenking mee hebben georganiseerd. We zijn er bijzonder trots op. En zo dadelijk geef ik het woord aan Kemsen van Cohesie, een vereniging die is opgericht in onze stad om al onze geloofsgemeenschappen en mensen met een levensbeschouwing bijeen te brengen, enkele jaren terug, om bruggen te bouwen tussen al onze mensen. En daarna zullen we luisteren naar Anne Nolet. Anne zal op een prachtige manier Amazing Grace voor ons allen brengen. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Dank u wel.
Beste burgemeester en schepenen, prominenten, familieleden van autorijders, militairen, muzikanten, jongeren, beste aanwezigen. Graag gaat de Kortrijkse interlevensbeschouwelijke werkgroep Cohesie in op de uitnodiging die zij kreeg om u hier vandaag toe te spreken. Als vertegenwoordigers van de vele diverse levensbeschouwingen, godsdiensten en filosofische overtuigingen die Kortrijk rijk is, vinden we het belangrijk om een herdenkingsspeech te geven ter gelegenheid van 80 jaar bevrijding Kortrijk. Want deze herdenkingen herinneren ons aan de gezamenlijke geschiedenis en aan de gedeelde ervaringen van verschillende gemeenschappen. We willen ermee voor zorgen dat het historisch erfgoed en de verhalen van mensen behouden worden. Dagen als deze versterken het bewustzijn van ingrijpende gebeurtenissen en hun impact op de stad en haar inwoners. Ze dragen bij aan een dieper begrip van de oorzaken en gevolgen van oorlogen. Ze stimuleren educatieve programma's en activiteiten rond geschiedenis en herdenking voor al wie na ons komt. Vandaag hier en nu samen zijn verbindt het verleden met het heden, wat bijdraagt aan het gemeenschapsgevoel. En dat hebben we nodig, als stad, als land, als wereld. Een gevoel van samenhoren, van samenleven, van community. Als cohesie kiezen we ervoor samen naar buiten te komen, in onze uniciteit, met respect voor elkaars verschillen en voor elkaars verschillende meningen. Dat je de ander steeds als mens blijft zien, in tijden van vrede, maar ook in tijden van oorlog en geweld. Een mens, verschillend in geloof, afkomst, identiteit. Een mens anders dan jezelf, met andere principes, andere overtuigingen, andere visies, maar tegelijk en altijd mens. Het belang van verdraagzaamheid en begrip voor elkaar is groot. Het is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor vredevol samenleven in de stad. De oorsprong van onze werkgroep ligt in 2012, toen toenmalig algemeen directeur van AZ Groeningen, Jan De Leu, vroeg: ik zou willen dat u af en toe samen iets organiseert in de stille ruimte van het ziekenhuis. En zo gingen we van start. Boeddhisten, protestanten, moslims, reizigingen, katholieken. Behoedzaam werd er afgetast en gezocht, want wij kenden elkaar eigenlijk niet. Misschien vaag van horen zeggen. Maar waar kwamen wij elkaar tegen? We gingen niet naar elkaars misvieringen of activiteiten. Elkaar echt kennen? Nee, eigenlijk niet. Vanuit onze verschillen moesten we op zoek naar gemeenschappelijkheden en tasten we af, beetje bij beetje. We kenden elkaars kernwaarden en principes wel, maar we leerden ook elkaars naam en waarom we wilden deelnemen aan het overleg. En we schudden elkaar de hand bij elke vergadering. Een hand geven zegt zonder woorden: goed om je te ontmoeten. Wederzijds vertrouwen groeien. En in 2019 ondertekenden we in het stadhuis van Kortrijk een charter waarin respect, vrijheid, tolerantie en diversiteit herwonnen zijn. Dit herdenkingsmoment zorgt ervoor dat we de herinnering aan offers van mensen voor vrijheid leven. Dat is de reden waarom we vandaag 80 jaar bevrijding van Kortrijk vieren. Vieren, want het was een feestelijke dag. En tegelijk herdenken. Want velen stierven om de waarde van vrijheid te beschermen. Het maakte dat velen hun kinderen niet zagen opgroeien. Dat hun familie geldzorgen had. Dat veel heropgebouwd moest worden. En de overlevenden droegen trauma's met zich mee. Na al het geleed dat gezien en gehoord werd. Daarom een oproep tot vrede. Een vraag om te luisteren en te spreken met elkaar. Een toekomst van vrede, zoals Nadia Amar schreef in haar gedicht.
kijken naar de horizon. Onderzoeken we paden die samenkomen. Harten verenigd in een vreedzaam ritme. Elke stap brengt ons dichter bij harmonie. Samen bouwen aan een verbonden gemeenschap. In eenheid vinden we kracht en begrip. Een toekomst van vrede gedragen door cohesie. We danken het aan de bevrijders van toen dat we vandaag mogen ademhalen. En dat hoe verschillend we ook zijn, ieder van ons vandaag en morgen een stem mag hebben die het waard is om gehoord te worden. Als cohesie organiseren wij activiteiten om verbinding te creëren. Zoals de dialoogtafels met etentje en sociaal bord op 26 september. Mensen komen binnen, worden aan een tafel geplaatst met hun vijftal onbekenden en worden door een van ons uitgenodigd om te spreken met elkaar. Samen eten zorgt voor verbinding in deze tijden waarin velen aangeven eenzaam te zijn. In tijden waar het digitale niet altijd voor connectie zorgt, durven het gesprek met anderen aangaan. Blijft nodig. Laat ons daar samen voor gaan, verbonden met de geschiedenis en met elkaar. The sun.
denken vandaag aan de slachtoffers van geweld en oorlog. Kinderen, vrouwen en mannen uit alle landen. We gedenken de soldaten die in de wereldoorlogen stierven. De mensen die bij oorlogshandelingen of daarna in het gevangenschap als banneling of als vluchteling het leven moesten laten. We gedenken diegenen die vervolgd en gedood werden omdat ze tot een ander volk of een ander ras behoorden. Of vanwege een ziekte of handicap, als het leven onwaardig werden beschouwd. We gedenken diegenen die om het leven kwamen, omdat ze weerstand boden tegen de tirannie. En diegenen die de dood vonden omdat ze aan hun overtuiging of geloof vasthielden. We treuren om de slachtoffers van de hedendaagse oorlogen en burgeroorlogen. Om de slachtoffers van terrorisme en van politieke vervolging. We gedenken vandaag ook diegenen die dit jaar door haat en geweld tegenover vreemdelingen en zwakken zijn gedood. We treuren met de moeders en met allen die verdriet hebben om de doden. Maar ons leven staat in het teken van de hoop op verzoening onder mensen en volkeren. Het is ons aller verantwoordelijkheid om vrede na te streven voor de mensen, thuis en in de hele wereld. Thank you.
Yeah.